Banken. Banken investeren in bedrijven en regimes die mensen uitbuiten, folteren. Weet jij wat die bank met je geld... Iedereen spaart of belegt bij een grote bank. Die banken investeren uw geld in vele bedrijven. En daardoor komt uw geld terecht bij bedrijven die zich schuldig maken aan bijvoorbeeld kinderarbeid. De banken investeren het geld ook in bedrijven die ernstig bijdragen aan de opwarming van de aarde. Zo steekt ABN AMRO kop en schouders boven de rest van de banken uit. Als investeerder in producten en projecten die bijdragen aan klimaatverandering. Enkele maanden geleden onthulden wij dat pensioengeld wordt belegd in clusterbommen en landmijnen. Vandaag laten we zien dat ook de banken zich daaraan schuldig maken. Het ingezamelde geld van goede doelen wordt op de bank gezet en komt daarmee terecht bij kinderarbeid en zelfs sigarettenfabrieken. De goede doelen reageren geschrokken. De banken geven nauwelijks informatie over wat ze met het geld van hun klanten doen. Ze willen er zo weinig mogelijk over kwijt. Als een van de highlights van het eiland om daar naar boven te gaan. Je gaat speciaal naar een punt toe om te wandelen. Een punt waar je een mooi uitzicht zou moeten hebben. Ja, we zijn hier van de weg afgegaan en hier, het moet hier een beetje achter zijn geweest. We zijn een beetje rondgelopen om uitzicht te hebben op de zee aan de andere kant. En toen zijn we teruggelopen. En toen was er die knal en ik had... Ja, geen idee waar dat vandaan kwam of wat dat u op moest voorstellen. Dat, Ik keek op en mijn been was er half af. Of mijn onderbeen was gewoon stuk. Een been waar mijn hak nog aan een ribje uit hing te bungelen. En ik had zelf niks om mijn wond af te binden of zo. Dus ik heb mijn slagaders dichtgehouden. 27-godišnjem nizozemcu Teseu i njegovoj djevojci Ellen odmor na Visu ostaće sasvim sigurno duboko u sjećanju. Amputirana potkoljenica desne noge mladog nizozemca posljedica je tek slučajne šetnje para koji je, nastojeći bolje upoznati ljepote Visa kod objekta nekadašnje JNA, naišao na nagaznu minu. All of a sudden I stood on a mine, obviously, and I heard a big bang. And I sat down and I saw that my foot was gone. We zijn hier dus al eerder 4 Kroaten gewond geraakt bij soortgelijke ongelukken. En wat echt ziek is, is dus dat op één van die slachtoffers precies op dezelfde plek ook zijn been heeft verloren. Dus precies op dezelfde plek. En er is niks aan gedaan. Ze wisten gewoon dat hier nog mijnen lagen. Hé. Hey. Up. Hey. Ja. Let's see. Oké, dit is zo. Elke dag stappen 48 onschuldige burgers over de hele wereld op een landmijn. Goedemiddag, ik wil mijn rekening opzeggen bij de postbank. Wie is zijn rekening? Ik heb 2 lopende rekeningen. Ik weet niet of... Je wil ze alle 2 opheffen? Ja. Waarom wil je ze opheffen? Omdat ik erachter ben gekomen dat de ING en de Postbank beleggen in bedrijven waar ik het niet meer eens ben. Dus, okay. Zoals landmijnen. Jammer. Hiermee kunt u je rekening opheffen. Okay. Dank u wel. Okay. Wat hebben banken met producenten van landmijnen te maken? Banken zeggen dat ze geen geld investeren in landmijnen. Bijvoorbeeld de ING Postbank verklaart dat ze sinds maart 2005 geen geld meer stoppen in bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie van antipersoonlandmijnen en clusterbommen. Ook Fortis en ABN AMRO verklaren geen geld te stoppen in bedrijven die clusterbommen of landmijnen produceren. Maar kloppen deze mooie woorden met de feiten? Dit zijn de bedrijven die landmijnen maken. En dit zijn de banken die één of meer van deze bedrijven financieren door hun aandelen te kopen of ze leningen te geven. ABN AMRO, Rabobank, ING Postbank en Fortis. De banken willen niet voor de camera reageren. Hun woordvoerders vertellen ons waarom niet. We gaan niet in Zembla zitten.
Televisie is lastig en die materie is zeer ingewikkeld. We praten liever met klanten zelf als er iets aan de hand is. Zoiets kun je prima uitleggen, maar niet zo kort dat het geschikt is voor een televisieuitzending. We krijgen weet ik niet hoeveel verzoeken om mee te werken met van alles en nog wat. Maar het is niet gezegd dat we dan mee moeten werken. Niets verplicht ons om mee te werken als wij daar de toegevoegde waarde niet van zien. We hebben geen behoefte dat verder toe te lichten. In de Canadese hoofdstad Ottawa hebben vertegenwoordigers van meer dan 100 landen het verdrag tegen antipersoneelmijnen ondertekend. In een groot aantal conflictgebieden liggen in totaal 60 tot 100 miljoen landmijnen. Het landmijnenverdrag werd 10 jaar geleden ondertekend tijdens het kabinet Kok II. Oud-premier Kok is nu commissaris bij ING Postbank, die investeert in landmijnen. Hoe kan Kok dat rijmen? Hij wil niet reageren in Zembla. De banken investeren niet alleen in landmijnen, maar ook in bedrijven die clusterbommen maken. De Nederlandse banken zijn niet open hierover, maar in Amerika is deze informatie gewoon beschikbaar. Want alle beleggers, dus ook Nederlandse banken, zijn wettelijk verplicht hun beleggingen in Amerikaanse bedrijven openbaar te maken. Die informatie leverde het volgende op. Dit zijn de bedrijven die clusterbommen maken. En dit zijn de banken die in één of meer van deze bedrijven geld geïnvesteerd hebben. ABN AMRO, Rabobank, ING Postbank en Fortis. Als we de banken vragen of onze gegevens kloppen, reageert alleen de ING Postbank. Het zijn beleggingen van klanten, dus geen eigen geld van de ING Postbank. Of dit juist is, kunnen we net zoals bij de andere banken niet controleren. Banken hebben er dus geen bezwaar tegen om klanten beleggingen in clusterbommen te verkopen. We zagen dat u rekeningen opzeggen bij de ING Postbank. Waarom? De ING Postbank belegt in bedrijven die onder andere landmijnen maken. En ik wil op geen enkele wijze dat mijn geld gebruikt wordt om dit soort praktijken te ondersteunen. De bank is toch niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt? Ik denk dat de bank er in ieder geval verantwoordelijk voor is om heel duidelijk te zijn naar de mensen die geld aan de bank geven, wat er met hun geld gebeurt. Dit soort wapens zouden gewoon niet geproduceerd moeten kunnen worden. En ik wil in ieder geval daar zelf op geen enkele manier aan bijdragen. Dus als er in geïnvesteerd wordt, in ieder geval niet met mijn geld. Hoe kan het dat geld dat u naar de bank brengt bij dit soort bedrijven terechtkomt? Iedereen in Nederland heeft al een spaarrekening of belegt in een beleggingsfonds. Dit geld komt bij de bank terecht. En de bank leent dit geld uit of koopt daarmee aandelen van bedrijven over de hele wereld. De bank hoopt daarmee geld te verdienen voor zichzelf en voor de klanten die het geld aan de bank hebben toevertrouwd. Als rekeninghouder weet je niet waar je geld in geïnvesteerd wordt. Als belegger vaak wel. Over welke 4 grote banken hebben we het? ING Postbank. In 1990 is de Postbank overgenomen door de ING. Ze hebben samen zo'n 8 miljoen Nederlandse rekeninghouders. De jaarwinst over 2006 bedroeg 7,7 miljard euro. ABN AMRO heeft 4,4 miljoen rekeninghouders en een winst van 4,7 miljard euro. De Rabobank bedient ruim 9 miljoen rekeninghouders. Jaarwinst 2,3 miljard euro. Fortis 1 miljoen rekeninghouders en een jaarwinst van 4,4 miljard euro. Alle 4 de banken behoren tot de top 30 van financiële instellingen ter wereld. Deze banken hebben gezamenlijk 3000 miljard euro in beheer. Dat is een 3 met 12 nullen. Abri Padma, directeur van Oxfam Novib. Ze heeft onderzoek gedaan naar investeringen van banken in wapenbedrijven. We hebben onderzocht wat de betrokkenheid is van Nederlandse banken in de wapenindustrie. En dat hebben we gedaan vanuit het oogpunt dat wij zien in de wereld dat overal wapens beschikbaar zijn. En die komen soms ook verkeerd terecht. Dat leidt tot meer armoede in landen. En daarom hebben wij dat onderzoek ook gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat wapens terechtkomen bij dictatoriale regimes waartegen een internationaal wapenembargo is ingesteld. Deze wapenbedrijven worden financieel gesteund door Nederlandse banken. Er is een Europees bedrijf, dat is hier in Nederland gevestigd, EAD.
dat samen met andere bedrijven onderdelen voor gevechtshelikopters levert aan China. Daar geldt een wapenembargo voor. Alle vier de grote Nederlandse banken hebben relaties, verschillende financiële relaties met die bedrijven. Het is bekend uit het verleden dat China gevechtshelikopters heeft geleverd aan Soedan. Weer een land waar ook een embargo op rust. En wij weten allemaal wat er gebeurt, bijvoorbeeld in Darfur. Er gebeuren vreselijke dingen. Dat is er aan de hand en dat hebben wij gezien in die praktijk. En dat strookt niet met het beleid van diezelfde Nederlandse banken. Maar moet u dan niet het bedrijf erop aanspreken? Want het bedrijf die schendt het wapenembargo. Toch niet de bank? De bank heeft zijn eigen beleid. De vier banken hebben hun eigen beleid en hebben gezegd: wij willen niet zulke financiële relaties hebben. Wij sluiten de productie van bepaalde wapens uit. Daar willen wij niet bij betrokken zijn. Wij willen niet betrokken zijn in wapens die gaan naar landen waar een embargo op geldt. En dan zie je toch dat die Nederlandse banken daar wel een relatie mee hebben. We hebben de banken om een reactie gevraagd. De vier banken zeggen dat ze alleen direct in gesprek gaan met Oxfam Novib en niet met ons. Geen van de vier bedrijven heeft gezegd: jullie voorbeelden kloppen niet. En ABN AMRO die is niet ingegaan op, die heeft gezegd: we laten iets zien over ons defensiebeleid. Dat delen we met jullie. Maar we gaan niet verder in op die praktijk. Banken investeren ons geld in bedrijven die landmijnen en clusterbommen produceren. En de banken schrikken er ook niet voor terug om ons geld uit te lenen aan wapenproducenten die leveren aan dictatoriale regimes en dus daarmee wapenembargo schenden. De banken hebben veel mooie woorden. Maar er is geen informatie in welke bedrijven precies ons spaargeld geïnvesteerd wordt. De banken hebben veel geld en daarmee veel macht. Het zou mooi zijn als dat geld wordt ingezet voor bijvoorbeeld een schoner milieu. Sakhalin is een prachtige ongeripte eiland aan de oostkust van Rusland. En daar heeft Shell recent besloten om een olieboorplatform op te richten. En over de hele lengte van de eiland heen een oliepijpleiding te leggen. En dit project wordt gefinancierd door ABN AMRO. Om mee te beginnen is dit de zomer voedingsgebied van de grijze walvis. Er zijn er nog maar 100 exemplaren van over. En die worden bedreigd door dit project. Die staan op uitsterven. Zo serieus is het risico dat de internationale milieuorganisaties IUCN en Wereld Natuurfonds heeft gewaarschuwd: stop dit project meteen. Maar de dreiging voor de grijze walvis is onacceptabel groot. En tijdens de aanleg, die project is al voor 70% af, zijn de rivieren zo zwaar vervuild dat een ander bedreigd soort, de wilde zalm, die daar een habitat heeft, nu ook bedreigd wordt. ABN AMRO heeft in mei besloten om in dit project 1 miljard euro te investeren. Zonder de Nederlands geld is dit project dus niet mogelijk. En dat zijn spaargeld van Nederlandse burgers. Donald Pols van Milieudefensie heeft onderzoek gedaan naar de investeringen van banken en de gevolgen voor de klimaatverandering. We hebben uitgezocht: hoeveel dragen de banken bij aan het probleem klimaatverandering door te investeren in olie- en kolenwinning? En hoeveel dragen ze bij aan het oplossen van het probleem klimaatverandering door te investeren in schone energie, windmolens, zonnepanelen, energiebesparing? Zo steekt ABN AMRO kop en schouders boven de rest van de banken uit als investeerder in producten en projecten die bijdragen aan klimaatverandering. Kortkop gevolgd door ING en Fortis. En Rabobank investeert het meest in duurzame energie, windmolens, zonnecelfabrieken. En het minst in producten en activiteiten die bijdragen aan klimaatverandering. Wat zijn dan die milieuschadelijke projecten? Een aantal voorbeelden. Neem ING bijvoorbeeld. ING investeert alleen al in ExxonMobil. Dat is één oliebedrijf, een Amerikaans oliebedrijf. Meer dan 1 miljard euro. Dat is meer dan hun totale investeringen in duurzame energie wereldwijd. Is it possible that we should prepare against other threats besides terrorists? This is Patagonia, 75 years ago, and the same glacier today.
This is Mount Kilimanjaro, 30 years ago and last year. The Arctic is experiencing faster melting. If this were to go, sea level worldwide would go up 20 feet. This is what would happen to the sea level in Florida. The Netherlands, one of the low countries. Absolutely devastating. Even worse, in the area around Shanghai, there are 40 million people. Think of the impact of a couple hundred thousand refugees, and then imagine 100 million. En zolang de banken blijven investeren in vervuilende energie, olie, kolen, gas, zijn alle acties die wij als de rest van de samenleving met elkaar ondernemen. Denk aan spaarlampen indraaien, overstappen op groene stroom, vechten tegen de bierkaai. Maar zijn er dan banken die wel goed bezig zijn? Uit ons onderzoek blijkt dat de twee duurzame banken, Triodos en ASN, meer dan 100 keer zoveel investeert in duurzame energie. In vergelijking met de vier grote banken zijn de Triodos Bank en de ASN Bank kleine spelers. De ASN Bank heeft 318.000 Nederlandse rekeninghouders. Jaarwinst over 2006 een kleine 8 miljoen euro. De Triodos Bank heeft 50.000 rekeninghouders en de jaarwinst bedroeg 8,8 miljoen euro. De strijd tegen klimaatverandering gaan we niet met woorden winnen, maar met daden. En wat je ziet is dat de banken, de Nederlandse banken, heel sterk zijn in woorden. Zij hebben de Equator Principles ondertekend. Zij hebben ellenlange teksten over beleid hebben ze geschreven. In 2003 zijn de zogenaamde Equator Principles gelanceerd. 51 internationale banken, waaronder de vier grote Nederlandse banken, erkennen dat ze een belangrijke rol spelen bij het promoten van duurzame ontwikkeling. Ze spreken af dat de projecten die ze financieren op sociale en milieurisico's getoetst worden. Wanneer het komt hoe zij hun geld investeert en uitleent, daar zit het probleem. Dan blijkt dat de woord en de daad wel heel ver uit elkaar staan. Een voorbeeld. Het Amerikaanse-Indonesische mijnbouwbedrijf Freeport-McMoRan. 10 jaar geleden heeft Milieudefensie actie gevoerd om ervoor te zorgen dat ABN AMRO zijn leningen terugtrok uit deze mijn. Bij dat project waren enorme milieuschade plaatsvond, waar de lokale bevolking vergiftigd werden door het storten van giftig afval. This area belongs to these people. That's why they must do something for these people here. Na 5 jaar campagne voeren heeft ABN zich teruggetrokken uit dit project. En terecht. Volgens ons onderzoek heeft ABN AMRO nog steeds voor 5,4 miljoen dollar aandelen in Freeport-McMoRan. Wist u dat ABN AMRO weer aandelen in Freeport heeft? Dat wist ik niet, maar het verbaast me helemaal niet. Wat uit ons eigen onderzoek blijkt, is dat er een enorme afstand is tussen de beleid en de praktijk van de Nederlandse banken. Niet alleen ABN AMRO, maar ook Rabobank en Fortis hebben aandelen in deze mijn. De ING Postbank gaf samen met een groep banken ondanks een lening van 10 miljard dollar aan Freeport-McMoRan. ABN AMRO zit in nog veel meer milieuvervuilende projecten. Je hebt Sakhalin aan de Russische oostkust. Je hebt Vedanta in India, wat nu gepaard gaat met enorme milieuschade. Impact op de lokale bevolking, protesten van de lokale bevolking. Dat is ook een mijnproject. Ook een mijnproject. Dan heb je Rapu-Rapu. En de Filipijnen, waar een heel gemeente last heeft van het project die door ABN gefinancierd wordt. Het enige verschil is misschien dat dit project nog erger is dan Freeport en dat ze dit nu met een duurzaamheidsbeleid doen. Brussel, oktober vorig jaar. Een opmerkelijk nieuwe bank opent zijn deuren. De Ace Bank. Ace Bank is een nieuwe speler op de Belgische financiële markt. Wij gaan met de lancering van Ace Bank in België een kleine revolutie veroorzaken in de bankwereld, omdat wij resoluut kiezen voor investeringsvrijheid en transparantie. Wij laten ons niet gijzelen door politiek correct denken. Wij gaan waar een bank echt voor moet gaan. Rendement voor de klant. Bent u tevreden over het rendement dat je op je spaarrekening en zo krijgt? Ja,
onze duivelse spaarformule kunnen wij 6,66% garanderen. Acebank kan een hoog rendement garanderen aan de klant omdat we niet terugdeinzen voor investeringen in sectoren zoals defensie, mijnbouw en olie. So oil is a very profitable investment fund. We also have a free labor fund. It's Woolworths. Dat is een grote Amerikaanse supermarktketen. Die werkt in lage loonlanden. En die biedt kinderen en jongeren arbeidskansen aan. Ze weten dat ze daar 20 cent verdienen per dag, dan niks. Die zijn soms de broodwinners van een hele familie. Door te investeren in zo'n bedrijf kunnen wij aan onze klanten veel meer winst opbrengen. Business is business. Make money. Le rest, on s'en fout. Maybe we have weapons. Weapons are the second biggest industry in the world. You can invest in companies like Lockheed Martin. De aandelen sinds 9-11-2001 zijn met 101% gestegen. Er zijn meer en meer oorlogen, het is gewoon de realiteit. Ja. Mensen gaan elkaar blijven neerknallen. Jouw eigen bank, weet jij waarin zij dat geld investeren? Misschien doen ze ook wel een WAPS. Ze zeggen nu niet. Het verschil met ons is, wij komen er recht op, recht uit. Die 6,66% die spreken we wel aan. Zo, alleen de manier hoe ze eraan komen, ja. Ja, de producten zijn misschien niet altijd ethisch gezien wat ik in mijn achterhoofd heb, maar misschien ben ik te idealistisch. In Nederland zijn de banken helemaal niet zo open over wat ze met al het spaargeld doen. Ik vind dat over het algemeen de banken de neiging hebben om vrij defensief te zijn. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld van ja, zolang onze aandeelhouders er niet naar vragen of zolang onze klanten er niet naar vragen, zien wij ook geen reden om hier bijvoorbeeld over ons defensiebeleid en onze praktijk publiekelijk te zijn. De bank vraagt dus van stel je geld bij ons, maar ze weigeren om je aan mij en aan u als klanten te vertellen wat ze uiteindelijk met die geld doen. Maar is er nog zoiets als bankgeheim? Dat mogen ze helemaal niet vertellen misschien. Kijk, ik begrijp dat er vanuit concurrentiegevoeligheid bepaalde vormen van bankgeheim zijn. Maar ik heb sterk de indruk dat die mythe van bankgeheim zo ver opgerekt wordt dat daar opeens alles onder valt. Als je naar ons onderzoek kijkt, dan hebben wij gewoon publieke bronnen geraadpleegd. Sommige bronnen moet je wat voor betalen, maar het zijn allemaal publieke bronnen. Dus het is al publieke informatie, alleen je moet er naar zoeken, je moet er naar graven. Waarom zijn banken niet open? Moeten ze niet aan hun klanten vragen wat zij ervan vinden? Het is hun spaargeld waar de banken mee werken. Eén bank heeft in 2003 een onderzoek onder de Nederlandse bevolking gedaan, ING Postbank. Het is nooit gepubliceerd, maar wel interessant. Het Nederlandse publiek wil volgens dit onderzoek helemaal niet dat hun spaargeld in wapens en milieuvernietigende bedrijven wordt geïnvesteerd. 72% wil niet dat hun spaargeld in bedrijven geïnvesteerd wordt die herhaalde malen milieuschendingen plegen. 71% wil bedrijven uitsluiten die mensenrechten schenden. 62% wil geen kinderarbeid. En 35% van de Nederlanders wil niet dat hun spaargeld bij wapenproducenten terechtkomt. Als mensen zouden weten wat er met hun geld gebeurt, ja? Dat heel veel mensen dat ook helemaal niet zouden willen. Zo'n voorbeeld als ik bijvoorbeeld gaf over onderdelen van gevechtshelikopters die naar China gaan, waar een wapenembargo op geldt, die vervolgens naar Soedan gaan, waar een wapenembargo op geldt, die terechtkomen in Darfur, waar mensen opgejaagd worden en vermoord. Ik weet zeker, de eerste beste Nederlander die ik dat uit zou leggen, zou onmiddellijk zeggen van wat? Gaat mijn geld daarheen? Ik wil dat helemaal niet. De bank is er toch niet om de wereld te verbeteren? Een bank is net als alle bedrijven een normaal onderdeel van de samenleving. En moet net als ieder bedrijf zijn verantwoordelijkheid nemen. Niet alleen om geld te verdienen, maar ook wat de gevolgen zijn van het geld verdienen op de rest van de samenleving. Banken zijn toch alleen maar financiële tussenpersonen? Banken zijn financiële tussenpersonen, maar ze zijn buitengewoon machtig. Zij leveren financiële middelen aan bedrijven, die bedrijven produceren wapens. U moet niet onderschatten hoe machtig banken zijn. Die zijn zeer machtig, naar mijn mening. Je kan het eigenlijk vergelijken met wanneer je een huis wil kopen. Je kan geen huis kopen zonder hypotheek, zonder dat de bank je hypotheek verstrekt. En op hetzelfde manier is het onmogelijk voor vieze projecten, klimaatschadelijke projecten zoals olie- en kolenwinning, kolencentrales, om van de grond te komen zonder dat een bank erin participeert. En net zo schone projecten. Maar dan ben ik dan medeplichtig aan wat de bank dan doet met mijn geld? Is dat niet overdreven? Uiteindelijk is dit jouw geld en dus ook jouw geweten. Zegt u dat ik dan ook medeverantwoordelijk ben voor wat daar dan gebeurt met mij, door mijn spaargeld? Als u dit precies zou weten, zou ik zeggen ja, daar bent u medeverantwoordelijk voor. Terug naar de Acebank in België.
Een week na de opening werd ze door de Belgische bankautoriteit alweer gesloten. De nieuwe Ace Bank in Brussel is in minder dan een week tijd berucht geworden, omdat ze zo onbeschaamd te werk gaat. Ace Bank verkoopt beleggingen in wapenproducenten en afnemers van kinderarbeid. Maar nu blijkt dat Ace Bank een stunt is van de VZW Netwerk Vlaanderen. Netwerk Vlaanderen is een Belgische organisatie die mensen bewust wil maken wat banken met spaargeld doen. Die mensen waren ervan overtuigd dat het een echte bank was. En waren ofwel gecharmeerd door de bank, ofwel diep geschokt. En kregen zo voor de eerste keer, leefden zij zelf mee en begonnen zij zelf te beseffen van hey, wat gebeurt er eigenlijk met mijn geld? Ik weet het eigenlijk niet. Ik weet eigenlijk niet wat mijn bank met mijn geld doet. Maar dat is toch wel verklaren? Dat is toch zoiets als bankgeheim? Ze mogen het niet publiceren. Ja, bankgeheim is een term die veel gebruikt wordt, maar die in deze veel misbruikt wordt. Er is geen enkel probleem om de investering, de financieringen die je doet, om die te publiceren. Het is zo dat een aantal banken het gewoon doen. Als je bijvoorbeeld de bekende Triodos Bank in Nederland ziet, die publiceren het gewoon. De Nederlandse Triodos Bank publiceert op zijn website alle bedrijven waar de bank in belegt. Net als de Nederlandse ASN Bank. Banken. Banken investeren in bedrijven en regimes die mensen uitbuiten, folteren. Weet jij wat die bank met je geld uitspookt? Netwerk Vlaanderen heeft een spot gemaakt van een vrouw met zweepslagen op de rug. Die banken mishandelen die vrouw toch niet? Die banken mishandelen natuurlijk die vrouwen zelf niet. Maar ze maken het wel mogelijk dat het bedrijf het doet. En zelfs als ze weten dat dit bedrijf het doet, blijven ze toch in het bedrijf investeren. Om een voorbeeld te geven, als mijn buurman mij komt vragen of ik hem geld wil lenen omdat hij een wapen wil kopen, omdat hij zijn vrouw wil vermoorden, ben ik dan verantwoordelijk als ik dat doe? Als ik een lening geef aan die man en zeg van oké, doe maar en gebruik dat wapen daar maar voor, dan voel ik toch dat ik daar verantwoordelijk voor ben. De Amerikaanse supermarktketen Walmart is een voorbeeld van mensenrechten schendingen. Al jarenlang. Bijvoorbeeld in Bangladesh. Je ziet dat zij toeleveranciers hebben in ongeveer hans de wereld. En daar is sprake van kinderarbeid, van gedwongen arbeid, van zeer lamentabele arbeidsomstandigheden waar mensen 17 uur per dag moeten werken, 7 dagen op 7 moeten werken. Ik zo'n potje gonta na die tevel, maar daarvoor overtime dena. Ik hoop zo'n marse. Zo'n marse, daarvoor ga ik even marse. Kater. Met de regelmaat van de klokken worden er nieuwe dossiers uitgebracht die deze overtredingen. En Walmart blijft eigenlijk doorgaan daarmee? Walmart blijft doorgaan. Het laatste dossier dateert van 1 mei 2007, een dossier van Human Rights Watch, die opnieuw alle overtredingen van Walmart in Amerika documenteert. Als we Walmart bekijken, dan hebben zowel ABN AMRO, Rabobank, ING Postbank en Fortis geld in het bedrijf geïnvesteerd. Op de websites van de banken staat dat ze proberen dit soort bedrijven van binnenuit te veranderen door een stemrecht te gebruiken op de aandeelhoudersvergaderingen. Bijvoorbeeld, de ING Postbank wil via het stemgedrag invloed uitoefenen op sociale omstandigheden en mensenrechten. Maar klopt dit? Onderzoek van de vereniging Beleggers Duurzame Ontwikkeling toont eerder het tegendeel. Stemmen banken in het algemeen voor duurzame resoluties? Dat is helaas maar in ongeveer een kwart van de gevallen dat ze voorstemmen. In de andere gevallen of onthouden ze zich van stemming, of ze stemmen niet, of ze stemmen tegen. Ik noem een voorbeeld 3M. Het Amerikaanse bedrijf. Er werd een resolutie ingediend. Daar zit, dat zijn dingen die wij hier in Nederland allemaal heel normaal vinden. He, dat je geen politie op het werk hebt om je arbeiders te dwingen bepaalde dingen te gaan doen. Dat je gewoon rusttijden hebt, dat je een normaal salaris hebt, dat er geen discriminatie is, simpele dingen. En dan zien we toch dat daar ING en Robeco, dochter van de Rabobank, tegenstemmen. En in dit geval Triodos stemt dan voor. En wat vind je daarvan?
Ja, dat strookt natuurlijk helemaal niet met wat er hier en daar geroepen wordt op de websites, bij de manier waarop banken zich profileren. Ik krijg dan toch een beetje het gevoel van het is window dressing en men is toch heel erg op zoek hoe je dat dan echt kan vertalen in concrete acties. Banken geven veel informatie over duurzaamheid en hun milieubeleid. Veel woorden. Heel veel woorden. Maar als je werkelijk wilt weten waar ze ons geld in investeren, zijn ze niet zo open. En dan blijken woord en daad ver uit elkaar te liggen. Het zet de klant op het verkeerde been. Dus wat moet je doen? Je rekening opzeggen? Niet alleen burgers hebben een bankrekening, ook de goede doelen, zoals Oxfam Novib. De organisatie die zoveel kritiek heeft op onder andere de ABN AMRO. ABN AMRO is onze huisbankier. En ABN AMRO staat in jullie rapport als zijnde een bank die bedrijven financiert die wapenembargo schenden. Ja, en dat, ik vind dat ook verschrikkelijk. Ik heb, hoe valt het dan te rijmen? We waren afhankelijk van een van die grote vier Nederlandse banken voor het internationale betalingsverkeer. En we hebben ze allemaal vergeleken op maatschappelijk verantwoord ondernemen. We hebben op dat moment de beste uitgekozen. Oxfam Novib heeft een nauwe relatie met ABN AMRO. Zo sponsorde de bank de jubileumkrant toen Oxfam Novib 50 jaar bestond. Daarnaast kregen ze vorig jaar een sponsorbedrag van €750.000 van ABN AMRO. Denkt u nu dat donateurs vreemd opkijken? Als ze dit rapport lezen en ook u horen wat u net zei, van dat je mede verantwoordelijk bent met wat er met je geld gebeurt. Dat kan, maar ik denk ook dat het heel goed uitlegbaar is, en dat leggen we ook uit, dat vertellen we ook aan donateurs, dat wij ook met, in dit geval onze huisbankier, een indringend gesprek willen hebben over hun praktijk en hoe ze dat veranderen. 57 miljoen euro van Oxfam Novib staat op de rekening van ABN AMRO. Milieudefensie heeft 2,5 miljoen euro vermogen en maakt ook gebruik van een bank. Welke? Wij zitten bij de Postbank, dus bij de ING. Dat is een van de banken die het slechtst eruit komt. Klopt. En wij hebben ook toen wij de gegevens op tafel kregen, toen het onderzoekrapport bij ons op tafel landde, hebben we meteen besloten om daar conclusies aan te verbinden. En? Milieudefensie gaat dus met de grootste gros van haar geld weg bij Postbank ING naar een duurzame bank. Jullie stappen over? Wij stappen over. In totaal hebben de goede doelen in Nederland zo'n 1,5 miljard euro op de bank. Wat doen ze met dit vermogen? Om dit uit te zoeken hebben we aan verschillende goede doelen een brief gestuurd met de vraag bij welke bank ze hun geld in bewaring hebben gegeven. Uit de reacties halen we 4 goede doelen met een groot eigen vermogen. Ze hebben niet alleen spaargeld, maar geven de bank ook de opdracht dit geld in bepaalde beleggingsfondsen te stoppen. In deze fondsen blijken controversiële bedrijven te zitten. Allereerst de dierenbescherming. 61 miljoen eigen vermogen. Donateursgeld wordt belegd in bedrijven die werkzaam zijn in Burma. Een land waar de mensenrechten worden geschonden en een boycot van de Verenigde Naties van kracht is. Verder zit de dierenbescherming in bedrijven die dierenbestrijdingsmiddelen produceren. We hebben de dierenbescherming gebeld. Ja, dat is natuurlijk een hele vervelende constatering die ook direct leidt tot consequenties. Dus wat dat betreft is de boodschap helder. Dat we daar eens heel zuiver naar zullen kijken en ook Fortis meenemen in de overweging of we wel met hen willen doorgaan. En het kan heel goed zijn dat wij dus afscheid zullen nemen van deze bank en duurzamer gaan beleggen. Dan het Prins Bernhard Cultuurfonds. 141 miljoen euro vermogen. Ze beleggen onder andere via ABN AMRO en Fortis. Ze zitten in de milieuvervuilende mijn Freeport en beleggen donateursgeld in een bedrijf dat werkzaam is in Burma en Soedan. Ik denk dat we zo snel mogelijk die fondsen moeten verkopen. Want u wist dit niet? Ik wist dit niet, nee. Ik moet zeggen dat u mij ook helpt om onze mening te bepalen. Wat voor ons ook moeilijk is om de vraag te beantwoorden, wat is nu precies maatschappelijk verantwoord beleggen? En bij bepaalde bedrijven weten we het gewoon niet. Maar bijvoorbeeld bedrijven die in landen zitten zoals Burma en Soedan, waar de mensenrechten geschonden worden? Dat is volstrekt helder. Ik denk dat we daar gewoon niet moeten zitten. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. 105 miljoen eigen vermogen. Ze beleggen onder andere via Fortis. Ze zitten in verschillende milieuvervuilende mijnen. In Wolmert, dat gebruik maakt van kinderarbeid. In bedrijven die werkzaam zijn in Burma en Soedan. En zelfs in meerdere producenten van clusterbommen en landmijnen. Dat betwist ik niet. U probeert natuurlijk mensen langs de kust te redden van een verdrinkingsdood. Maar tegelijkertijd zit geld van uw organisatie in bedrijven die clusterbommen en landmijnen produceren. Kijk, wij hebben een opdracht gegeven aan onze vermogensbeheerder om dat te regelen. U kunt ook in ons jaarverslag nagaan dat wij daar een opdracht hebben gegeven om dat daar waar mogelijk
maatschappelijk verantwoord en duurzaam te doen. Nou, dat is op een aantal punten niet gebeurd. Nou, dus dat wordt bijgestuurd. Dus u stapt eruit? Wij zorgen dat dat op een andere manier belegd wordt. Dus u stapt in ieder geval uit de producenten van landmijnen en clusterbommen? Ja. Tot slot KWF Kankerbestrijding met een eigen vermogen van 144 miljoen euro. Ze beleggen dit geld onder andere via ABN AMRO, Fortis en de Rabobank. Uit ons onderzoek blijkt dat KWF in haast alle controversiële bedrijven zit die we in deze uitzending genoemd hebben. Daar schrik ik van. En het blijkt dat u zelfs in producenten zit van clusterbommen en landmijnen. Ja, ik hoor wat u zegt en dat, daar schrik ik van en dat is ook absoluut onwenselijk. Kijk, KWF Kankerbestrijding, de insteek, ik heb u aangegeven, is er zo risicoloos mogelijk het geld beleggen. Het is tenslotte geld van onze donateurs en het moet maximaal goed terechtkomen in de strijd tegen kanker. Maar u sloot dit soort bedrijven dus niet uit op voorhand? Ik zeg, vanuit het kankerbestrijdingsperspectief sluiten wij tabaksindustrie uit. Dus het KWF sluit alleen sigarettenfabrieken uit. Maar volgens ons onderzoek wordt via de Rabobank geld geïnvesteerd in de vier grote sigarettenfabrieken. Ik moet zeggen dat ook dat een zaak is waar ik van schrik. Ik kan daar op dit moment niet precies iets over zeggen van hoe dit dan wel heeft kunnen gebeuren. Maar ik kan u verzekeren dat we daar heel serieus naar gaan kijken. Oké, en dat betekent dus dat u in ieder geval uit de tabaksindustrie stapt? Daar moeten we uit, ja. De SP heeft jarenlang actie gevoerd tegen ABN AMRO en ING Postbank. Banken die investeren in producenten van clusterbommen en landmijnen. Tweede Kamerlid Christa van Velzen vindt dat er een verbod moet komen op dit soort investeringen. Maak nou niet van ons spaargeld bloedgeld. Zorg er nou voor dat je dat geld niet in landmijnen investeert, want dat is gewoon maatschappelijk onverantwoord. Maar uiteindelijk, het is perfect legaal. Dus het is aan mij als politicus om ervoor te zorgen dat het niet langer legaal is. Ik heb nu een wetsvoorstel ingediend om clustermunitie te verbieden. Landmijnen zijn al verboden en de volgende stap is mijn voorstel om ook investeringen in clustermunitie, investeringen in landmijnen te gaan verbieden. Als politieke partij hebben jullie denk ik ook een bankrekening. Waar zitten jullie? De SP heeft zowel het vermogen als het geldverkeer, het betalingsverkeer bij de ING Postbank staan. Dat is een bank waar jullie actie tegen gevoerd hebben. Dat klopt. Ik vind dat reden genoeg om als SP ons vermogen bij die bank weg te halen en te gaan zoeken naar een meer duurzame bank. Goede doelen en zelfs politieke organisaties wisselen dus van bank. Maar wat moeten wij als burgers doen? Je kan stemmen met je portemonnee. Gewoon van bank verwisselen. Heeft dat effect? Zeg dat je 2000 euro vanuit je spaargeld, die op het moment bij ABN staat, overhevelt naar het meest klimaatvriendelijke bank Triodos. Dan scheelt het zoveel CO2 als wanneer je heel je huis, alle gloeilampen, zou vervangen met spaarlampen. Of als je 20.000 euro zou overhevelen van het meest klimaatschadelijke bank ABN AMRO naar het meest klimaatvriendelijke bank Triodos. Dan scheelt het zoveel CO2 als wanneer je je auto een jaar lang thuis zou laten staan. En zo kan je dus een gigantische invloed uitoefenen met je spaargeld.